Esmeralda. Esmeralda. Ja. En wie zijn jullie? Ik ben Pippi. Pippi Langkous? Oh, maar nee. We zullen ons wel voorstellen in een liedje. Dat is een heel goed idee, Stientje Struis. Esmeralda. Vooruit, piraat, op je plaats. Hupla. Rokkenpap. Hey. Zijn we nog aan toe? Ik kan niet van zingen. 1000 borden brakkenpap. De allerleukste zeebonken, die wonen op mijn boot. Ahoy! We zingen en we dansen en we eten brokkenbrood. Dat brood dat wordt gebakken door Berend brokkenpap. Zijn brokkenbrood is heerlijk, maar zijn soep is veel te slap. Soep is veel te slap. Piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheverschuit vaart hij alle dagen uit. Piep piraat, piep piraat, piep piraat. Piep piraat, piep piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheverschuit vaart hij alle dagen uit. Piep piraat, piep piraat, piep piraat. Wij varen nooit verloren, want de stuurvrouw is Stien Struis. Ze is zo sterk als een beer, maar wel bang van een muis. Van een muis, de steden stil, die hoor je nooit, van praten kan hij niet. Al zou wij heel graag willen, hij zingt niet meer met ik niet. Niet meer met ik niet. Piet piraat, piet piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy. En ook al is de kans dat wij een schat vinden heel klein, oh. Maar dat vinden wij niet erg, zolang wij maar samen zijn. Ja! Yeah! Piet piraat, schip ahoy, hoi, hoi. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. Met zijn schip de scheve schuit, vaart hij alle dagen uit. Piet piraat, piet piraat, piet piraat. Piet piraat, piet piraat, schip ahoy. Dat is jouw kameraad, schip ahoy, hoi, hoi. En met zijn schip de scheve schuit, vaart hij alle dagen uit. Piet piraat, piet piraat, piet piraat. Oh, wat een leuke piraten zijn jullie. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar wat kom jij doen op onze scheve schuit? Oh, wel, ik... Ik ben een arme wees. Ik heb geen ouders. Op die vulkaaneiland, ja, daar woonde ik bij mijn oom. Maar hij was altijd heel boos op mij. Ik moest altijd spruitjes eten. Mm. En altijd vroeg naar bed. En ik mocht nooit met die andere kinderen spelen. Dus ik heb geen vriendjes. En voel mij altijd heel eenzaam. En toen? Ja. Oh, en toen zag ik dat jij die kist wilde kopen. Hè? Toen ben ik daarin geklommen. En zo heb jij me aan boord van de scheve schuit genomen. En waar wil jij dan naartoe, mijn lieve Esmeralda? Och, ik wil de gehele wereld.
wil de mooiste route varen over de zeven zeeën. Langs de mooiste eilanden van de oceanen. Oh. Maar dat kan. Maar natuurlijk, ik zal meteen een hele mooie route uitstippelen op een van mijn zeekaarten. Jij krijgt de mooiste route die er bestaat. Oh, echt waar, Pieter Piraat? Oh, dat is zo lief van jou. Yes! Oh. Esmeralda, Esmeralda. Berend is kok. En kan heel goed koken. Oh, echt waar, Berend? Mm-hmm. Oh, Berend, ik zou zo graag heerlijke vieze willen eten met verse fruit. Vieze met een verse fruit. Oh. Berend, ga meteen aan de slag. Oh. Hoewel? Meteen? Wat zeg je, Stefan? Die uitslover zegt dat hij de zeilen extra bol zal zetten, zodat de scheve schuit snel zal kunnen varen. Oh, echt waar? Oh, wat spannend. En dan? Wat neem je mij mee? Waar naartoe? Oh. Ja, daar een eiland. Vulkaaneiland. Nee. Huh? Een punt? Nee, naar het voordek. Oh. En dan? Oh, spannend. Voordek. Lieve Stefan. Oh, de beker. Ah, is die beker van jou? Ah, wat een mooie beker. Ah, mag ik hem hebben? Hij kan niet eens open. Er zit een deksel op. Stefan. En nu is het afgelopen. Vooruit, maak dat je naar boven bent en neem die onnozele beker mee. Oh, jij wil nog een kusje? Een klap